Het was redelijk scheef. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. We gaan eerst even dit uitpakken. Ik zit al in game en we gaan gewoon een game spelen. Ik weet ook niet. We gaan geen bijzondere dingen doen. We gaan gewoon kijken wat we ervan kunnen bakken. Kijken of infanterie. Oh. Nou, we gaan gewoon met de classes die ik al ingesteld had. En we gaan nu Domination spelen, Gibraltar. En ik neem jullie mee, let's go! Tenminste, ik moet er even laden natuurlijk. Duurt altijd even een paar minuutjes. Wat vinden jullie trouwens van het kanaal wat ik heb als Jan Willem de Police Vlog, die ook games maakt? Ik doe het eigenlijk voornamelijk omdat we gewoon vanuit lol een beetje gamen. En ik kreeg jullie de vraag van, joh, speel je ook games? Jazeker. Dus in die in het geval neem ik jullie een beetje mee. Oké, we kiezen gewoon voor infanterie, denk ik. Volksgeweer. Domination, take control. Scores man. Keep moving. Zullen advance and take position. Ja, die pakken we wel mee. Capturing Charlie. We gaan denk gewoon voor de main. Enemy control zo, oh, ik dacht er al een keer op kwam, maar dat was het niet. Ik loop altijd wel een paar. Even een beker pakken. Capturing Baker. Mine is set. Hoop dat ze niet meer rest komen. Op zich zit het al wel aan, dus het is redelijk achter dit. Baker is out. We have fire superiority. We are there. Zijn er wel genoeg spelers? Ja, dit was 66. Maar we zijn wel redelijk dicht staan eigenlijk. Als ik hier te ver loop, krijg ik een spawn switch. Maar ik heb geen zin om te zitten wachten. Oh. Dit was redelijk scheef trouwens, maar goed, we hebben. Enemy capturing Charlie. Kijk, nu was een C pakken, dit was ook te verwachten natuurlijk. Dus trouwens, dan gaan we Charlie is lost. Heel veel speel. Dug in and able. Oh, binnen door. Terug van bovenlangs. Bovenlangs. Hier hebben we wat. At the tower balcony. Grenades first. Kom maar. Oh, waar zit die? Shit, waar gaat die? Ik zag hem niet. Oké, okay. We gaan gewoon weer door. We staan inmiddels 4-1, 2 capjes en we staan eerst. Dat doen we op zich wel lekker. Ik heb even een stukje geknipt uiteraard van het wachten. Dat is niet te zien. En een punctje erbij, extra bonus punt. Care package on the way. Protect the drop zone. Caption. Thank you, dat is mooi, want B hebben ze nog steeds niet, dus kunnen we loopt er even door. Dit is wel een lekker plekje aan het, hè. Hoe zie je die... Moet Rico ze niet aan. Order shot out. Sweeping the zone. Op zich gaat dit wel lekker zo. On the balcony. Oké, is dit nou camp of niet? Ik ben eigenlijk een beetje B-verdedigd, zien dat ze hier wel uiteindelijk doorkomen. Het is natuurlijk wel een beetje campen. Loopt boven jongens. Enemy capturing able. Oké, dit ja. We hebben hem eigenlijk redelijk dicht zitten, dus we hebben een beetje dom om naar voren te lopen. Maar we gaan gewoon even de andere kant proberen. Boven en even hier. Een maatje loopt daar rechts zodra het goed is. Ja. Mooi, hè? Ik had gewoon moeten wachten. Maar het is zo grappig om te zien. Er liggen ze daar gewoon te campen terwijl ze dik aan het verliezen zijn. We hebben natuurlijk A en B inmiddels te pakken. En dan gaat hij nog te zitten wachten. Is dat een flashbang? Ik weet dat niet veel. Ik heb maar een kill.
En ik werd geflasht. En flashbang. Nou, hier komen ze eigenlijk niet achterheen staan. Dat is een dubbelpil. En dan zie je hier op de zijkant zijn we weer een team dood aan het gaan. Zo, dat is redelijk genoeg. Ah, wow. Ja. Zonde. Halftime. Op zich doen we het niet heel verkeerd in L3. Gaat wel lekker. Maar we hebben wel twee capjes. Oh, de rest van het team ook niet echt denderen. Ik moet zeggen, tegenstand is wel redelijk zwakje. Nou, ik heb eigenlijk nog. Oh, ik was net dood natuurlijk. Ja, ik dacht voor mijn kills. We have fire superiority. Enemy recon aircraft observed. Taking bank. Zie, standaard dat je daar eigenlijk wel eentje hebt, dat je daar. Het zijn van die vaste plekken die kunnen vast wel. Als je daar een granaat gooit, is de kans op een kill. Dan heb je een bepaalde. Dat is vrij groot. Er komen 2-3 aan als ik het raad heb. Dan moet ik er niet door. En ik denk dat zometeen, naar boven. Of nee, er komen er 1 of 2. Eentje komt toe, hè. Eentje komt toe. Oh, crap. Ik dacht dat ik door was gelopen. Helaas, 13-4. Niet altijd. Niet heel slecht. Even kijken. De stairs! Okay, die dekken daar mee wel, dus kan, de kans dat achter ons is vrij klein. Hij is aan die kant, hij is de rechterkant. En hier liggen ze. Get back, it's on the way! Check the drop zone! Oh, ik stop gewoon te vroeg met schieten, hè. Wel damage gedaan. En die maakt, oh, dit is echt heel stom. Die ene stopte ik eigenlijk met schieten, tussen snel met schieten. Waardoor ik alleen een beetje half damage deed. En toen naar rechts, ja, had hij mij helaas te pakken. Oké, hier hadden we weer zo'n mooie plek, ik zie, flashbang. En hij ligt daar op de grond. Granaatje door. Even kijken, erboven. Een beetje damage inderdaad. Oh, achter ons heen. Die zag ik niet aankomen. Wel slim natuurlijk al achterlangs te lopen in deze map. Die zit hard. De team is sterk, een raak iemand. En we gaan even kijken of we hem hier kunnen benaderen. Als hij hem nog niet heeft. Enemy care package observed. Stop their resupply. Anti-aircraft burst is commenced. Maar had hij hem wel. Targeting enemy aircraft. They're taking Baker. Gaan we gewoon terug richting de front, zeg maar. Dus nu nog wat verder dan zitten. Shit, ja, eigenlijk niet heel handig om daar naar beneden te springen, want je van alle kanten in belang. 15-7. Ik wil even beneden zijn. Ja. They're taking Able! Wow, wow, wow! Wat was dat? Ik moet wel even die 20 kunnen halen. 40 punten. Dat is zo'n iets. Oké, nu gaat het niet altijd best meer. Een beetje de controle kwijt, dat zie je. Dan zit ineens alle kanten. En dat vind ik wel echt een nadeel van dit spel. Je wordt zo vaak in je rug afgeschoten. Natuurlijk probeer ik zelf ook altijd zo om te lopen dat je niet op je rug kan komen. Maar als je dicht tegen hebt, is het wel heel frustrerend. Dus kijk, hier eraan, er lopen een aantal. They're capturing Able. Raak me nou wat of niet? They're capturing Able. Ik denk dat hij naar beneden gesprongen is of niet? Nou, mijn teammate heeft daar. Nou, volgens mij zijn ze niet weg. Ik ben gewoon op C. Fijne weg. Ik ben eigenlijk gered door mijn teammate die daar eigenlijk de boelens op vier gevangen. Dan moet ik altijd zorgen dat je nooit in tweetallen loopt. In ieder geval is dat gunstig. Ja, je tip voor multikills. Ik kan ook gebruik maken van teammates, je ziet hoe ze lopen. Ik kan ze een beetje voorkennen, ja. Als iemand op hun schiet, dan weet je waar ze zijn. Nee. Een beetje gedaan, zo. Kleine
tiental cellen. Ik denk dat ze nu heel klaar is nu. Oh, er komt wel eentje. Ah, wel victory. Nee, oh, net geen 20. Dat was wel jammer. 19-9. Of 19-9. Hebben we de final kill gemaakt? Maar toch, eerst de 1500 punten en de helft van het tegenteam is al weg, zie ik. Dus we hebben er helemaal weggespeeld, 4 captures. Dus wat denk ik, mooie gameplay. Hey, dit was even een hele korte gameplay. Gewoon even meenemen in de game die we spelen. En dankjewel voor het kijken. Ben je niet geabonneerd en wil je graag meer van ons zien? Laat even weten in de comments, laat een reactie achter en een duimpje. En dan gaan we vette mooie dingen maken. Het is voorlopig veel Fortnite en Call of Duty. En wat Clash Royale. Maar ook wat Far Cry gedaan. En nou goed, we kunnen veel meer andere mooie dingen doen. Dus laat het ook weten. Abonneer nog even als je het niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Later.